hebben de computermuizen, want we zijn verzot op buizen. De kathode is rood van gloed, ja dat is ons hoogste goed. Goedemorgen. Welkom in Triodanië. Heeft u nog iets aan te geven? Ja, een 80 meter pijldoos. Ik ga naar vossenjacht in Triodanië. Oh, maar zijn er in transistorijen dan helemaal geen vossenjachten meer? Nee, dat is al lang verleden tijd. Daar is zoveel storing op die band. Oké. U weet dat er in Triodanië de transistoren verboden zijn, hè? Ja, dat weet ik. Dit is een pijldoos met buizen. Met buizen? Aha, mag ik dat even zien? Even kijken. Drie buisjes, batterij. Ja, dat is in orde. U kunt door. Prettige jacht nog verder. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom in Triodanië. Dankjewel. Heeft u nog iets in te voeren? Ja, een telefoon. Oh, maar u weet dat transistoren verboden zijn in Triodanië? Wat zegt u daar? Helemaal niet. Ja. Nee. Nou. Nou, ik moet even op mijn lijst kijken, maar ja. Even zien. Dat is hè? Ja. Nee, het staat niet op de lijst. Nee, dat is niet. En nou? Die moet ik in beslag nemen. Nee, toch? Ja. Oh. Hé, hey, wat moet dat? Nou, dat is het. Dat is het. Ja, dan heb ik een probleem, want u zegt nou wel dat het van mijn portofoon is, maar dat zijn hele andere kleuren. Weet u wel zeker dat het van mijn portofoon is? Dat wil ik even weten. Toch wel, want kijkt u maar in de bak. Te hip, hij is leeg, ja. Ja. Nou, dan mag ik u namens koning Farhad feliciteren. Ik ben de zoon van koning Farhad. Het heeft de koning behaagd om u te onderscheiden voor uw plichtsbetrachting. Ik ben namelijk uitgestuurd om de grenswacht te controleren in naam van de koning. En u bent nogmaals geslaagd. En ik zal even de onderscheiding overhandigen. Kijk eens. Oh. Het is geen wisselprijs. De prijs die mag u houden. Nou, dank u wel. En dank ook de koning Farhad van mij. Zal ik zeker doen. Ja. Dank u wel. Goed zo. Geweldig. Weg met het transistormeisje. Ik ben de kleinzoon van de koning van Triodanië, koning Farhad. Mijn vader is prins Micro Farhad en ik ben de prins Pico Farhad, in de wandeling Picootje genoemd. Ik ben tevens de hofnar van de koning. Mijn opa is een fervent pleitbezorger voor de radiobuis. Hij haat transistoren en digitale technieken. Ons buurland is Transistorije, waar koning Chip regeert. En daar zijn weer radiobuizen verboden. Een constante bron voor jaarlijkse twisten. Onze defensie bestaat uit een bescheiden politiemacht die de orde bewaakt. Onze politiechef is generaal Pardon, die gelijk onder de koning staat. Ik moet nu even stoppen, want ik krijg net een seintje dat mijn opa een toespraak wil gaan houden. Tot zo. Ik, koning Farhad van Triodanië, stel per decreet vast dat de triode radiobuis het symbool gaat worden van ons koninkrijk. Onze vlag zal worden versierd met de laatste triomf van het buizentijdperk, de triode. De buis is superieur aan de transistor, niet alleen in omvang, maar ook in betrouwbaarheid en ongevoeligheid voor storingen. Geen geschakelde voedingen en geen computers. Deze zijn een constante bron van ongewenste storingen op onze amateurbanden. Alleen bij ons is ongestoorde ontvangst mogelijk. Wij hebben de ideale groene ether.
Mijn paleis draagt daarom de naam Groeneveld. Leven de Triode! Leven Triodanië! Grenzend aan Triodanië ligt Transistorije. Daar regeert koning Chip. Die heeft een passie voor transistoren en digitale netwerken. Zijn devies is weg met de buizen. Want die buizen zijn in Transistorije absoluut verboden. U heeft het vast al gemerkt. Het botert niet tussen Transistorije en Triodanië. Elk jaar wordt er een traditioneel strijdfeest gevierd tussen de twee landen. Deze strijd bestaat uit een jaarlijkse quiz. Die wordt gevoerd door de twee legeraanvoerders van de landen. Geen brute lichaamskracht of bloedvergieten, maar een hoge intelligentie is hier de inzet. Onze kandidaat is generaal Pardon. De verdediger voor Transistorije is generaal Blokgolf. Zijn naam alleen al doet onze koning huiveren. Morgen zal de beslissende slag plaatsvinden tussen generaal Pardon en generaal Blokgolf. We gaan naar de troonzaal, waar de laatste tactiek voor de strijd wordt doorgenomen. Gaat u mee? Kijk, Pardon. Dit is het verboden boek met transistoren en digitale technieken. Bestudeer deze materie goed, man, want de eer van Triodanië staat morgen op het spel. Dat zal ik zeker doen, majesteit. Het ziet er wel ingewikkeld uit. Heeft u een hint voor me, waaraan ik prioriteit moet geven? Nou, dat valt mee, Pardon. Het is simpel gegoochel met nulletjes en eentjes. Kijk, het zwakke punt van Transistorije is de gebrekkige kennis van de radiobuis. Richt daar je aandacht op. En kijk dan voor je eigen kennis dit boekje met 301 schakelingen met transistoren na. Dat is het voorlopig. Nog vragen? Nee, het is me duidelijk. Ik ga meteen aan de slag. Ik ga me nu voorbereiden. Morgen is er werk aan de winkel. Prima, Pardon. Mijn vertrouwen heb je. Veel succes. Dank u, majesteit. Morgen breng ik de uitslag. Dat zal best spannend gaan worden. Elke ploeg stelt 10 vragen aan de tegenpartij. De laatste vraag is de moeilijkste. En daar valt meestal de beslissing. Inmiddels is het de volgende dag geworden en koning Farad zit vol spanning te wachten op de komst van generaal Pardon. Ik ben met u benieuwd naar de uitslag van de wedstrijd. Welkom, Pardon. Ik brand van nieuwsgierigheid. Hoe is de wedstrijd verlopen? Pardon, majesteit. Je hoeft je echt niet voor te stellen, hoor. Ik ken je al jaren. Nee, ik bedoel, sorry, majesteit. Helaas hebben we de slag verloren. Nee, toch. Verloren. Hoe kan dat? Nou, eerst ging het heel goed. Na de 9e vraag stonden we nog steeds gelijk. De beslissende vraag van mijn kant was: hoeveel elektroden zit er in de pentode? Ik had niet verwacht dat generaal Blokgolf het juiste antwoord hierop zou geven. Maar hij had het goed. Dat had hij toevallig goed bestudeerd. En toen? Nou, zijn laatste vraag was: welke harmonische heeft een symmetrische blokgolf? Ik mocht kiezen tussen alle even harmonische, alle oneven harmonische of beide. Ik gokte op beide en dat was fout. 1 fout dus. Wat jammer nou, Pardon. Het was natuurlijk wel een hele moeilijke vraag. Je hebt je ondanks alles goed geweerd. En je kent mijn stelling. 1 fout is het kenmerk van het ware. Volgend jaar nemen we revanche. Blijf trouw aan de elektronenbuis en aan Triodanië. Blijf onze grenzen bewaken en zorg dat er geen enkele transistor ons land binnenkomt. Dank u wel voor het vertrouwen, majesteit. En tot ziens. Picootje, we hebben verloren. Een heel jaar lang moeten we wachten op de nieuwe strijd. Ik voel me doodongelukkig. Zou jij me als mijn hofnar iets op kunnen vrolijken? Wil je dat? Natuurlijk, opa. Ik heb een gedicht voor u bedacht. Het heet Het sneeuwt in de Sahara. Mooi, Picootje. Laat me horen. Het sneeuwt in de Sahara. Is dat niet ongehoord? Met grote witte vlokken. Dat is niet zoals het hoort. Het sneeuwt in de Sahara. Dat kwam nooit eerder voor. Het klimaat dreigt te ontsporen. En het sneeuwt al dagen door. Het sneeuwt in de Sahara. Zou de evenaar verdwaald zijn?
Of buitenaardse tovenarij. Wat is dat toch voor een ongein? Het sneeuwt in de Sahara. Dat is toch heel erg raar? Het is helaas verzonnen. Er is geen woord van waar. Fantastisch! Geweldig, Picootje. Wat een onverwacht slot. Ik ben trots op je. Ik heb al eerder gezegd, baat het het niet, dan schaadt het het niet. Je hebt me weer helemaal opgevrolijkt. Wil je nu voor mij generaal pardon vragen of je hier wil komen? Ja, opa. Ik ga al. U wilde mij weer spreken, majesteit. Jazeker, pardon. Ik wil mij tot het volk richten, via de radio. Wil jij dat even regelen? Met genoegen. Ik ga eraan werken. Dit zijn de zenders Triodanië 1 en 2. In een gezamenlijk programma spreekt nu Zijne Majesteit Koning Farad. Landgenoten, zojuist vernam ik dat onze jaarlijkse prestigestrijd door ons land verloren is. Ondanks de grote inzet van onze generaal Pardon kwamen we helaas 1 punt tekort. Hierdoor verloren wij dus. Ik sta op het standpunt hierover niet te lang te treuren, maar onze blik vol vertrouwen op de toekomst te richten. Onze Buizendynastie is ondanks alles op de goede weg. Nergens ter wereld is ongestoorde korte golfontvangst mogelijk, omdat er honderden apparaten verwoestende storingen produceren in de ether. In ons land is dat niet het geval. Er is hier zelfs nog nooit sprake van storingen geweest. Zolang ik koning ben, zal ik zorgen dat hier alle zendamateurs gevrijwaard van storingen zullen blijven. Alle digitale netwerken storen en blijven de vijanden van onze groene ether. Dat is dus de reden dat deze netwerken hier verboden zijn. Laat dat duidelijk zijn. Mijn devies is: beter 1 zender in de lucht dan 10 in de kast. In ons buurland Transistorije van Koning Chip worden deze storende apparaten onbeperkt gebruikt. Het resultaat is dat daar geen enkele zendamateur meer actief is. Wat ons land betreft, weg met de gehate blokgolven, weg met deze helse machines. Leven de Sinus, leven de groene ether. Ons land is het Eldorado van de zendamateur. Zolang ik u mag dienen, zal ik ons ideaal blijven verdedigen. Leven de triode, het trouwe symbool van onze vreedzame samenleving. Leven het transistorvrije Triodanië. Weg met de computermuizen, want we zijn verzot op buizen. De katoen is rood van gloed, ja dat is ons hoogste goed. Daarom zingen wij in koor, Koning Farad, ga zo door, Koning Farad, ga zo door.